Waarom draai je bij deze aangehouden? Rijden onder invloed. Niet de antwoord verplicht, je berichten maar. Vriend, meewerken nu, hè? Brabo 1, we hebben hier een gestolen voertuig en die hebben we aangetroffen. Graag een takelwagen deze kant op. Rustig. Uitstappen, handen omhoog. Handen omhoog, beide. Staan blijven, kom op. Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5 LSP voor Amor. En vandaag ga ik jullie meenemen op pad met de T6. Belgische T6. Beetje anders dan die wat ik de vorige keer liet zien. Want de vorige keer zei ik van ik ga meteen opnemen na de vorige Belgische aflevering. Die trouwens goed was ontvangen door jullie. Dat had ik ook gedaan, maar die opnames hier ben ik kwijt. Maar toen heb ik deze T6 gekregen van High Performance Modding. En dus samen met NN Modding. Of Modding, ja Modding. Dus dikke shout-out naar hun en erg bedankt dat ik dit voertuig mocht gebruiken. Hij is niet te krijgen, hij zal ook niet te krijgen zijn en hij blijft volledig privé. Navragen ervoor heeft geen zin, want ja, wat ik zei, hij blijft gewoon privé. Ja, dit is hem dan. T6 politie Antwerpen, zoals je ziet hier, super gaaf. Achterin, erg mooi. Hier alles erop en eraan, oranje, ember. Ja, dat gaat misschien wat langzaam, maar dat ligt gewoon aan mijn ILS settings. Dan heb je nog blauw interieur, trouwens ook echt puik gedaan. Ja, gewoon perfect vind ik. Even kijken, we hebben nog zoekverlichting aan voorzijde, we hebben nog zoekverlichting aan zijkant. Kofferbak dicht en ik zou zeggen laten we lekker de straat op gaan. Geen bijzonderheden verder te melden. Meldingen staan in ieder geval aan. Vergeet ik iets? Ik hoop het niet. Ik denk het wel niet. Jullie hebben groen, waarom doen jullie niks? Wat is hij nou allemaal aan het doen? Attention unit 1, Lincoln 18. We've got a bank heist. Nu zijn we een beetje onder invloed. Even snel eens uitproberen. Hè? Heb ik hem een stopteken gegeven of niet? Nee. Nog een keer. Even aan het proberen. Want stuur zit niet helemaal lekker en op het moment dat mijn stuur helemaal los gaat als ik de stoeprand raak, ja, zoals nu, zoals je misschien hoorde, dan weet ik dat ik goed zit. Oké, we gaan deze persoon even aanspreken op het feit dat hij erg slingerend over de weg ging, een beetje raar rijgedrag vertoonde bij het stoplicht. Wow, hij doet niet, ook niet lekker helder in zijn ogen krijgen. Kijken, hallo, let op je. Heeft hij iets gedronken toevallig? Heeft hij drugs genomen? Ik kan me niet herinneren. Nou, meestal herinner je zoiets wel. Mag even een rijbewijs laten zien. Brabo 1 mag je even voor mij gaan nakijken. Dat is namelijk de meldkamer in België. Niet dispatch, maar Brabo 1. We rijden met een ingevorderd rijbewijs, dus je mag bij deze uitstappen. Daar gaan we alles mee beginnen. Oh, I'm sorry. Nee, dat hoeft allemaal niet. Nee, dat hoeft allemaal niet, zei je net. Je mag even blazen voor mij. Whatever, dude. Oké. Oké, dat hij heeft wel iets gedronken, maar dat is onder de limiet. Dus dat is goed. Drugs, ja, goed. Waarom draai je bij deze aangehouden? Rijden onder invloed. Niet de antwoord verplicht, je berichten maar. Vriend, meewerken nu, hè? En niet fucken met de Belgische popo. En ja, ik pak een taser. Jij gaat ook even gewoon normaal doen. Jij blijft even staan. Ik ga...
Alle verboden middelen bij deze vorderen, alle drugs die eventueel aanwezig zijn. Ja, dus alles wat jullie bij hebben, wil ik bij deze hebben. Ja, ik vorige keer had ik geen taser, maar... what the fuck? Oké, vorige keer had ik geen taser, maar toen kwam ik er zeg maar achter. Dat het gewoon normaal is, of dat het gewoon normaal is. Maar even aan mijn woord komen, met een paar dingen tegelijk aan doen. Dat de politie Antwerpen een van de 15 zones is, geloof ik, die de taser al test. Dus ik gebruik hem ook gewoon. Ik ga even fouilleren. Boden we middelen bij. Dingen die ik bij mag hebben waar ik mezelf aan kan bezeren. Zo te horen niet. Oké, allemaal niet zo schokkend. Zeker aan het transportje voor deze beste meneer. Eén collega vraagt om assistentie. Ja, ja. We moeten daar even mee doen. In dit geval, ik heb police 1 en police 2 veranderd. Dus het kan zijn dat police 3, de Audi, of police 4 de Touran komt. En dan, ja, dan heb je gewoon Nederlandse collega's. Jij. Ik ga jou niet daadwerkelijk aanhouden. Ik kan nu even niks anders dan jou in de boeien doen. Ik wil alleen even weten of jij drugs bij hebt. En zo niet, dan mag jij je weg vervolgen in ieder geval. Als je niks gedronken hebt ook, dan mag je eventueel in de auto stappen en verder rijden. Thank you. Je wil even met me meerijden. Of lopen. Even stilstaan. Dingen bij je niet bij mag hebben. Waaraan ik mezelf kan baseren. Laten we even een ID zien. Een zakmes, oké. Okay. Bij deze wordt hij niet gezien als dreigend. Hij is geel. Ook jouw rijbewijs is ingevoerd, dus jij mag sowieso niet verder gaan rijden. Heb je nog drugs genomen? Thank you. Oké, okay, goed. Blijf hier even staan. Even het voertuig doorzoeken. Op basis van weet je dat weer? Weet niet welke wet daarvoor is. Een shotgun, vriend. Oké, okay, dat was in jouw helft. Je bent bij deze ook aangehouden voor verboden wapenbezit. Ik weet niet of die van jou is, maar dat gaan we allemaal uitzoeken. Je bent niet verplicht, je redt maar advocaat. En voertuig gaan we meenemen of er nog meer dingen bij zitten die niet horen. Ja? Oké, okay, en dan kunnen wij doorgaan. We gaan even kijken of we die auto die daarachter wegreist nog bij kunnen houden. Want die race me zo hard weg dat ik denk dat daar iets mee aan de hand is. En daar willen we even achter komen. Of ik. Met solo vandaag, vrijstelling. Is ze sowieso voorbij gevlogen. Is die motorrijder, hè? Ja. Kijk hem eens. Verkeerde voorste deelvak, rood licht u net al. Geen helm. Je race gewoon door het verkeer hier. Oh, een bus. Rood licht, wederom. Sorry collega's, hadden we bijna een aanrijding. Ja, zet je nu je helm op, vriend. Goedendag. Rijbewijs. Goed, die is ingevoerd, die mag afstappen. In ieder geval, waar was je helm om daarmee te beginnen? Sorry, agent, vergeten. Stel maar even af. Ik krijg van mij meerdere bekeuringen. Kom maar 4 staan trouwens. Ja.
Kan ik hier nou... Warning. Hier kan ik geen bekeur aan je geven. Bijna zijn schil. Nee. Is je warning. Oké, okay, goed. Je mag in ieder geval niet verder rijden. Doe dat wel, dan ben je strafbaar, of dat was je al. Dus doe dat vooral niet. Ik pak even je motor. Moet die nou met me sturen gaan besturen, die motor. Oké. Okay. Ja, de bekeuring ga ik thuis sturen bij. Voor het... waarvoor gaan we allemaal een bekeuring geven? Even denken. Verkeerde voorsorteervak, geen helm. Rijden met een verlopen of een ingevorderd rijbewijs. Het... door rood licht rijden, dus ga er maar uit tot dat dik boven de 1000 euro gaat uitkomen. Daar heb je hem wel flink mee te pakken, denk ik zo. Attention, this is dispatch. Citizens report a 586 in Burton. Units respond code 2. 1202 OC, we komen eraan. Dat is verhoord. Melding van een illegaal geparkeerd voertuig. Ja, dat is zeker illegaal. Dus gaan we afslepen. Even kijken of het in ieder geval diefstal afkomstig is of zo. Als er iemand in zit. Zit niemand in. Ik ga het volgende kenteken. Geen schade of zo. 4-1, Uniform India. Ja, gestolen, oké. Okay. Bravo 1, we hebben hier een gestolen voertuig en die hebben we aangetroffen. Graag in een takelwagen deze kant op. We gaan in de gaten houden of we nog enige verdachten gaan aantreffen hier. Zo is het niet verzekerd en was gestolen. Dus ja, nou goed. Dan hebben we die tenminste. Dan gaan we op N drukken. Die reed door rood en die heeft toch wel echt een vrachtwagen die niet echt gezond meer uitziet. Om maar even zo te zeggen. Ik ga het volgende kenteken voor in aantrekken. 01 Cubic Kilo Kilo 140. No 1099. Oh, wat doe ik nou? Oh. Kijk dat wiel hier ook staan, ja. Klopt sowieso ook al niet. Oh. Moeten we zo meteen de brandweer voor gaan bellen, ja. Oké, okay, we moeten aan deze helft van... Hallo. Hi. Wat is met uw voertuig gebeurd? Ja, ja, hij moet naar de garageagent. Ja, dat kan ik jou ook wel vertellen. Is hij nog verzekerd? Hij was geloof ik, daar was niks verder mee aan de hand, hoor. Je mag in ieder geval niet zo verder rijden. Dus wat ik ga laten doen, of wat ik ga doen, ik ga hem u meteen... af laten slepen, maar dat zijn wel op eigen kosten. Heb jij nog een rijbewijs voor mij? Oké, goed. Je voertuig gaat worden afgeslepen en gaat naar de garage worden gebracht. Je kunt meerijden met de takelwagen en dan wens ik je ondanks alles toch nog een fijne dag. Ik ga daar verder geen bekeuring over schrijven, joh. Dat is weer allemaal zo, ik weet niet welke feiten er zijn gepleegd en hoe en wat. 1202 OC, we komen dan. Niet echt druk qua, meldingen, we zijn bezig met andere dingen, maar niet echt met de meldingen. Kijk, officieel moet ik hem hier nou ook weer een stopteken geven, want waarschijnlijk als het groen licht wordt, vliegt hij nog snel voor mij uit. Oh zo, oké. Okay. We hebben een verdachte via de ANPR camera's gespot. Ik weet niet hoe ze die in België heten. Maar die heeft een politieagent vermoord. 1201.
CBTGV, of hoe dat in België ook heet, van toepassing, graag eenheid te plaatsen. Ah shit, even rustig. Uitstappen, handen omhoog! Handen omhoog, beide! Handen omhoog. Ah, hij heeft natuurlijk een beanbag, ja. Hij heeft een beanbag, dat is... Oké, even rustig blijven jongens. Situatie doorgeven aan het Bravo 1. Overeenzitten van het voertuig. Zelf bekend. Dat is niet de ideale BTGV. Dus je bent aangehouden. Iemand gewond? Oh, collega, ja. Maar die ben aangereden. Oké, graag twee transportjes deze kant op. Voertuig kan niet blijven staan, dus die laten we afslepen. BTGV ging fout. Dat is gehoord. Ik hoop dat jij oké bent. Zo te zien wel. Jullie zijn allemaal oké, zo te zien. Top! Ja, voor de mensen die nu die sirene horen, dat is de sirene van deze... Ik had even groot zoeklicht zeg maar aangezet. Om hun een beetje te verblinden. Ik weet niet of dat gebruikelijk is, maar ik vond het wel grappig. Gewoon groot licht aangezet, zodat ik... zodat ze in ieder geval niet veel achter ons zagen qua hoeveel eenheden er waren, maar dat zal onzin zijn wat ik zeg allemaal. In ieder geval, ja, in België praat je over prio 0, prio 1, prio 2 en prio 4. Bij prio 0 heb je te maken met een levensbedreigende situatie. Prio 1, zoals we in Nederland eigenlijk ook kennen, is absolute prioriteit. Prio 2 is dringend. Prio 3 is een aanvaardbare termijn. En prio 4 is een... What the fuck? Prio 4 is een uitgestelde interventie. Dus laat zeggen dat bij ons gewoon prio 0, prio 1 een beetje is. En ja. Het klonk waarschijnlijk heel raar, want ik praatte met mijn flesje voor mijn mond. De collega gaat dan met mevrouw in gesprek. Dus dat zal wel goed komen. Maar prio 4 is inderdaad een beetje te vergelijken met prio 3 bij ons. Dat is binnen 24 uur geloof ik. En dat wordt vaak doorgegeven aan een wijkagent. Ik hoef allemaal die straatraces niet jongens. Dat vind ik zo'n verschrikkelijke meldingen. En de meeste zet ik altijd wel uit. Maar dat gaat toch altijd iets fout. Ja, daar doe ik nooit aan mee. Voor de mensen die dat niet weten. Stel dat ik daar nou aan mee ga doen. En denk van jee, daar ga ik aan meedoen. Lekker achtervolgen. Rij. Dan wat je dan krijgt is dat de verdachtes uitstappen. En dan beugen ze. Dan doen ze met hun handen zeg maar. Houden ze recht naast hun. En dan gaan ze heel trillen en raar doen. En de collega's beginnen dan met een shotgun ze helemaal dood te schieten. Dus ja, dat doe ik nooit aan mee. Daar stond die zombie weer van laatst. Ik geloof ook de bel. Nee, ik weet niet meer. Met Kim geloof ik. Hier wordt eigenlijk echt net nadat ik weg ben, waarschijnlijk, een tas gestolen. Hoi. Staan blijven. Kom op. En meewerken. Hey. Tasertje dan maar. Oh, dat is een Glock. Goed, je bent aangehouden. Diefstal van een tas. Ben niet te antwoord verplicht. En even naar het bureau. Ja. Heb je die tas ook nog bij? Want ik zie mij dan niet. Wat een hele mooie tas zijn geweest, maar goed.
Bravo 1 graag een transportje deze kant op voor een verdachte. Die is aangehouden na een diefstal etenraad. Ja, achterin is trouwens ook wel vet. Ik zou dadelijk even alle deuren openzetten. Ik zie nu pas dat als je alarmlichten aanzet, dat is ook wel heel vet hoor, dat je dat ook in de lichtbalk ziet. Kijk eens, bankje, schermpje, printer zelfs. Oh, je kan erin staan. Ja, dat komt omdat als je wordt weggeduwd door een verdachte, dus die duwde me... Zo, dat is wel heel vet in de spiegels, echt. Kijk, hier zien we ook het interieur goed. Daar staat nog eens een drive trouwens, dat is een beetje raar. Maar goed, dit is wel echt super gemaakt. Dus echt nogmaals shout-out naar NN modding en high performance modding. Maar als je wordt weggeduwd door een verdachte, hier twee zaklampen, dan kun je opeens door je auto doorheen lopen. Ja. Dus we gaan in ieder geval weer eruit. We gaan die tas terugbrengen. Maar ja, dit is wel super vet. En ook gewoon als je alarmlichten aanzet, dat in de lichtbalk te zien is. Het wordt wat drukker. Een melding tot een... Zo zonder dit, hè? Altijd de Nederlanders weer, hè? Potverdomme. Melding tot er een bankautomaat wordt overvallen. En, of een pinautomaat. Ze denken van, hoe kun je die nou overvallen? Want er zit ook niemand in. Maar die wordt waarschijnlijk helemaal in gehoorde geslagen. Hé, politie, staan blijven. Auw, dat ging per ongeluk. Ik ga wel even in ieder geval een wapen trekken. Hand omhoog. Hand omhoog. Meewerken. Verdachte uitschakeld, schoten in het been gelost. Strokken vuurwapen, vrachtwagen aan de kant. Oh, ze zegt, kom op, kunnen we niet buiten delen. Hoeveel heb je te pakken dan? Zeg even, hoeveel heb je? 20 euro, dat doe ik niet voor, vriend. Je bent aangehouden. Nou, misschien als ze 20 miljoen of zo uit dat ding had gehaald, ja, hadden we wel 10 miljoen genomen. Daar hadden we nergens over gepraat. Maar ja, het is niet altijd feest, hè. Waarom is, zie ik nog een rood stipje op de kaart ergens? Waarschijnlijk heel hoog. Ah ja, dat was laatst ook. Daar ben ik toen nog heen gegaan, dat was niks. Ik dacht van, wat fuck is dat? Ben ik daar helemaal naartoe gegaan toen? Er was er niks aan de hand. Dispatch, oh, nu, wauw, sorry. Bravo 1 graag transportje voor een verdachte deze kant op en ja, goed. Ik ga even kijken hoe het zit met die automaat, want die is ook nog groen, misschien moet ik daar iets mee. Ah ja, T, to check. The cover seems to be complete functional. Oké, het is dit iets eroverheen, dit grijze neem ik aan, is open, maar hij lijkt het nog gewoon te doen. We gaan in ieder geval de bank bellen om te melden dat dit is voorgevallen. Misschien even wat er overheen plakt dat het niet bruikbaar is. En dan komen we hem hopelijk zo snel mogelijk maken voordat iemand anders verder gaat waar zij geëindigd is. Volgt hier een eerste als je bericht voor alle wagens, bericht voor alle wagens. We have a Grand Theft Auto on a Bridge Street. Prio 1. Naar een autodiefstal met geweld. Verdachte gaat er al vandoor mogelijk, dus voor collega's daarom dat we er gewoon alles op gooien. We hebben geen versneller. Dat die melding binnenkomt, gaat die verdachte al rijden, neem je hem aan, is ze meteen ga meedoen aan de achtervolging en voordat je het weet is die gast al weg. En moet jij nog oriënteren van oké, waar gaat hij heen, wat hebben we, een achtervolging. En is hij al weg. En hij scheurt als gek. En ik rij een beetje niet te veel tegen verkeer in. Netjes. Ook zo 1, 12, 1. Zo. Geschoten. Hey politie. Handen omhoog. Wapen laten vallen. Handen omhoog. Wapen laten vallen. Hey. Luisteren. Wat een baas, hij gaat gewoon verder. Hey. Hij lijkt echt in zijn eigen wereldje te zitten. Hij schiet ook niet echt op iemand.
Handen omhoog. Wapen laten vallen, heel goed. Op knieën. En dan op je hoofd houden. Aangehouden. Waar word je eigenlijk voor aangehouden? Op het feit dat je op straat zit te schieten op niks. Of in een bos zit te schieten met niks of zo. Op niks bedoel ik. Ja, je schiet altijd wel op iets, maar niet op een persoon in dit geval. Ben je nou aangehouden voor verboden wapenbezit? Of komt daar nog verstoren openbare orde bij? Dat weet ik dan maar niet. Transportje komt deze kant op. En ik had geloof ik al gezegd dat we richting de laatste melding gingen tot het toen mooi was geweest. Maar we gaan gewoon nog heel even door. Binnenkort gaan we gewoon lekker verder. Binnenkort ga ik deze mooie wagen weer uit de stal halen. Uit de garage. En dan gaan we er weer een mooie video van maken. Want het is super tof. Nogmaals, high performance modding en samen. Als ik en zeg, dan zeg ik en. En dat klinkt heel raar. Dus samen met en modding. Shout-out echt nogmaals aan jullie. En nogmaals, hij is niet te krijgen, zal ik niet te krijgen gaan zijn. Volledig privé. Je hoeft ook niet naar de eigenaar te gaan vragen of je kunt krijgen. Dat werd mij duidelijk gezegd. Dus dat geef ik ook duidelijk door aan jullie. Vond je het nou een toffe video? Laat het even weten. En dan zie ik jullie graag over 2 dagen weer bij een nieuwe video. En dan weer gewoon Nederlands. Of ja, gewoon Nederlands. Binnenkort komt wel de mug. De Belgische mug. Online. In de Volvo XC90. Ik laat je daar maar ook door verrassen. Voor de mensen die de mug niet kennen, zal ik even uitleg gaan geven over de mug. Dat ga ik wel nu meteen opnemen. Dat zei ik de vorige keer ook. Maar nu ga ik het echt doen. En zorg ik dat die opnames bewaard blijven. Ik praat te veel bij mijn outro. Ik zou zeggen, doei!